U applaus voor een intreden van de jury en het bestuur met de hoogheden van KFO. En de middengang een beetje vrijmaken, alstublieft. Meneer de nationale prins van België, u behoort nog altijd tot het bestuur KFO. U wordt verzocht om op het podium plaats te nemen. Mag ik dan nu, onder uw daverend applaus, een intrede van de twee kandidaten van deze middag. Xabi en Inaya. Inaya en Xabi. Amai, de zenuwen jagen erdoor. Maar we gaan u niet langer in spanning houden. Meneer de voorzitter van de jury, het woord is aan u. Amai. Ah, toch. Oh nee, die zijn van de tombola. Moment. Andere broekzak. Ja. Dat is hier lekker stil. Kan zelfs zonder microfoon nog. Sabi. Ze zijn nu helemaal geschrokken. Ik heb er vanmiddag gezegd. Als je durft te praten bij de kinderen, krijg je engel op de dak. Hè? Mama beren. Vergeet dat never, nooit niet meer. Het kan wel. Iedereen mag dus zijn mond dicht houden als de kinderen een show geven, een intrede doen. Helemaal geen probleem. Volwassenen kunnen er zelf over uit, maar kinderen heeft daar dik respect voor. Heb daar dik respect voor. Ja. Nog nooit zo moeilijk met mij gehad. Wouden we erover praten? Hoe kun jij dat zo moeilijk hebben? Ik had het altijd moeilijk. Allereerst waren nog vanmiddag dat we twee pietjes in de zaal. Hè? Sinterklaas is dus zijn voorbodes gestuurd. Twee pieten in de zaal. Helemaal uit Spanje. Ze hadden een jobje in het zwart. De een heet Toon en de andere Alog. Dus samen zijn ze Alog, Toon, voilà. Ja, je moet er maar op komen, hè. Maar nu even tot orde van de dag. Ik denk, en dat denk ik echt. Ja, kan mij laten denken wat je wil. Ik denk dat we met iets gezien hebben dat toch wel uniek is.
en zeker uniek in één van de provincies van België. Ik ben een Nederlander, dus ik ben voor alle provincies in België, behalve voor een bepaalde provincie. Maar dat maakt niet uit. Ik wil zeggen, mensen, wat we gezien hebben voor de jeugd hier. In sommige provincies kunnen ze dat nog niet presteren voor de volwassenen. En ik noem geen provincies, maar er zijn er 9 in België. 10. Ah, nou, ze zitten er 102 bij, geen probleem. Maar dat is onze voorzitter, dus... Toen Arnold jong was... Hé. Hey, zeg. Er was de Tweede Wereldoorlog niet afgelopen, hè? Haast hem lief, hè? Kijk, toen ik jong was, er was de oorlog in Afghanistan al bezig. Maar, vooruit. Maar... We gaan jullie even in spanning houden. Sabi, Sabi. Gaat goed? Moet jij naar de wc? Gij zou zo springen? Moet naar de wc? Nee, Sabi moet niet naar de wc. Sabi. En dik applaus voor jullie zelf, jongens. Sabi. De nieuwe kinderprins KAV. Ga gewoon nog die banden zelf opruimen, nee, jongens, kom aan, hè. En ik mag het niet zeggen, we gaan dat doen. 88,37%. En waarom zeg ik dat? Het is een kind. En er zijn volwassenen en die komen met 61,2% over de hakken, over de sloot. En dat is allemaal in orde. Maar zo'n kind, met zo'n team achter hem. Ik weet niet of jullie toevallig opgelet hebben, ik heb geteld. Er waren 3 verenigingen die Xabi hielpen in zijn show. En dat is de motivatie voor carnaval. De verenigingen moeten elkaar helpen. En ik, ga je eerst de handleiding doen voor Xabi? Of gaan we het even spannend houden voor Ina, ja? Ja, we gaan dus gewoon de aankleding doen, Sabi. We gaan eerst even een sandwich kneden. Blijven jullie hier even staan? Ja, Ina, ja. Sabi. Kijk, vorig jaar, ik heb dat gezien toevallig. Is u weer aan het plaatsen? Vorig jaar, was... Kijk maar even in de zaal. Vorig jaar was het op een gegeven moment, ja, net niet, hè? Toen was het net niet meer hakken over de sloot. Nu heb je hakken aan, dus, ha, dat is al een paar punten meer, hè? En jij nog 2 hakken ook? Ja, nee, één schoen klopt niet, hè? Ja, hoffer, ga 2 links staan. Ja, dan gaan we even naar de reclame, zijn zo weer terug. Nee, nou ja. Ik mag nog maar 3 jaar ongeveer voorzitter zijn van de jeugdverkiezing. In het 3 jaar heb ik nog niet gezien, wat ik nu vanavond heb gezien, vanmiddag. De hamburgers zijn uitverkocht, bitterballen ook, kipnuggets ook. Er is nog wel een hapje mayonaise voor degene die bij een chipje zit te eten. Zeg het maar. Het is toch amusant, hè? Dat het allemaal zo stil in de zaal kan zijn als het zo spannend wordt, hè? Vind je dat niet? Shit, krijg mijn biertje nog niet open ook. Zeg. Nog een keer. Nee. Zeg, jij nog niet de beste. We zijn een enthousiaste verkiezing aan doen. En dan moet, er zijn ook een zusje gewoon aan het achter in de zon linksdoor. Want hij wil er al van aan verdienen, hè. Hij die niet, maar de vereniging die het organiseert. De zwierige zwijntjes. Ja, hebben ze. 11,6%. Ah, sorry, moment. 91,1%. Onze prinses Inaya. Gaat door met Ibrahim, want
Jullie geloven mij toch weer niet. Sabi, Inaya, van harte gefeliciteerd. En Freek heeft het al gezegd. Dit is de toekomst van carnaval. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het respect dat jullie deze kinderen en jeugd gegeven hebben. Een applaus voor jullie zelf. En degenen die nog meer een applaus verdienen, dat zijn de twee die het hier vandaag waargemaakt hebben, waar velen van kunnen dromen om zo een show op het podium te zetten. Xabi is 7 jaar. Ik wil het jullie nog zien doen op 7-jarige leeftijd. Wij kunnen dat niet meer, Marina. Dat gaat niet meer. Maar ik zou zeggen, getuigen, willen jullie de kandidatenlinten verwijderen? En er mag nog een applaus bij. Mag ik vragen aan onze nationale prins Maarten om de cape te overhandigen? Aan onze kinderprins. Mag ik vragen aan onze provinciale prins Tom om de steek te overhandigen? And Lake Martin. Mag ik vragen aan de provinciale jeugdprinses van Vlaams-Brabant Oriana om de pluimen te overhandigen? Mag ik dan vragen aan onze provinciale voorzitter Arnold en Inge om elk een handschoen te overhandigen? Ik heb er al, ik weet het, je krijgt er nog. Goed, hè? Maar ze komen er zo aan, Arnold. We zijn er bijna. Beste vrienden, ik zou nu toch wel even jullie aandacht willen vragen. Want het is van 2002 geleden dat het KFO nog een kinderprins had.
En die kinderprins, die is hier in de zaal. En dat is mijn eigen zoon, Glenn. Glenn. En nu de eer om de macht te overhandigen. Beste vrienden, hier staat hier voor jullie de nieuwe kinderprins van KFO. Sabi, Eddie Plagen, moest dat er echt bij? Ja! Proficiat jongen, je hebt dat heel goed gedaan. Moet jij ook nog iets zeggen? Bedankt mama, papa, ik hoop dat je boxjes en alle helpers. Ik zou zeggen, over naar de jonge dame, Manzinaya, beter bekend als Spooky. Offspringa. Maar welke kat is in de familie houden? Rudy, zou jij de kind willen overhandigen? Daar wil ik nog iets bij vertellen, dames en heren. We kennen allemaal de titel Prins der Beide Vlaanders. Niet? Ik zal het anders zeggen, prins van het Vlaams gewest kennen we allemaal. Ja. Vroeger was dat prins der beide Vlaanders. En dat was de eerste. En de enige waarschijnlijk. Vragen aan de provinciale prins van Antwerpen kennen om het kroontje te overhandigen. Ex-prinsessen van het KFO willen vragen om elk een handschoen te geven. Dat is Banane en Claudine. We zijn er nog niet. Normaal overhandig ik die, maar ik ga dat overlaten aan onze voorzitter van KFO, Arnold. Hier staat ze dan voor u, de nieuwe juniorprinses Oost-Vlaanderen KFO. Onze provinciale juniorprinses Oost-Vlaanderen. Inaya, van harte gefeliciteerd ook. Xabi, ik zou zeggen, maak er beide een fantastisch jaar van. En vooral, geniet ervan. En vriendschap
en vooral plezier. Ik wil al de dansers die mee hebben gedaan met mij in mijn show allemaal me heel hard bedanken. Graag gedaan! Mijn mamatje, ik wil je bedanken voor wat je voor mij hebt gedaan. Mijn decor gemaakt, mijn koets gemaakt. En voor al die hulp. En dan Pippi en Belle en mijn lieve schat, ja. Ook allemaal om te helpen. En Elvis, ook bedankt om alle dagen voor mij naar mijn huis te komen. Om mijn koets mee te helpen maken. En ja. Confetti ervoor. En zij dat mijn vrienden alarm. Zo. Een beetje geluid. Ik veronderstel dat nog iets wilt zeggen, hè? Wat je ervan doen? Ik wil Stefan op podium. Ballen op podium. En Elvis op podium, alsjeblieft. Als een tweede papa bent, heb mij altijd geholpen met alles. Als ik het moeilijk heb, kan ik ook altijd bij u terecht. En ik zou graag zo in mijn hoofd van schat willen worden. Met veel plezier, maar graag toe. Ja. En de beste van. Ja, ik heb ook altijd naar jullie kunnen meerijden. Dus ik heb een campagne kunnen doen met mijn kandidatenlijst. En ik zou willen vragen, dan zou je mijn carnaval beter willen worden, alsjeblieft. Heel veel plezier. Ik zou heel graag mama, papa, Tom, Karim, Ale en... Piento. Nou, maar die zullen heel graag zo. Papa, wil je mijn hoofdmaatschap zien? Zeker weten. Mama, wil je mijn hoofddame zien? Heel graag. Kan jij alsjeblieft mijn... Wil jij alsjeblieft mijn kanjapas bieden zijn? Ja, natuurlijk. De volgende. Nog 1, 2, 1, 2. Ja, dat is al beter. Zo. Bij deze wil ik de jury bedanken voor hun medewerking deze namiddag. Ook het bestuur van KFO dat aanwezig was. En vraag ik een afmars van al deze personaliteiten. De kerstvers verkozenen mogen nog even op het podium blijven om de nodige felicitaties in ontvangst te nemen.
afmars, alstublieft. Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans.
voel je niet als je dit. Ik voel me sexy als ik dans. Verkozenen moeten op het podium blijven. Wij krijgen nog een spakkenwoord.